Ja, Piet op nieuws voor deze maandag. Natuurlijk bezig geweest met Johan Cruijff, maar die had hartstikke druk. Hillary Clinton kon ook niet. Heb ik hier ruzie mee gehad. Nou ja, toen ben ik maar in de stad gebleven bij Janssen. Maar die zijn op dit moment ook heel hot. Sandra en haar man. Mijn tent is top, dus ja, daar ga ik even naartoe. Sandra en Bart. Jan Bart. Jan Willem? Bart Willem. We noemen hem Bart. Ja? We noemen hem Bart. Jullie zijn zo langzamerhand natuurlijk helemaal niet meer camera schuw. Nee, daar ben je heel snel aan. Dat is gewoon bijna angstig. Ja. Ja. Dus jij wil ik helemaal niet door dat je nu gefilmd wordt. Nee, maar ik vind het wel heel mooi dat jij naast me staat. Dat hebben we heel goed ja, door. Nee, dat is ook waar. Dat is uniek. Hey, hoe moet ik dat nou doen dan met z'n tweeën? Zo heen en weer of wat is het beste? Zo dit? Ik vind het prachtig. Ja. Ik vind het helemaal goed. Hey, die jullie hebben die eerste 5 mil hebben jullie binnen. Die 10 mil, hoe gaat dat? Ja, dat is de jury. Ja, dat is al bekend, hè? Ja, wij weten het. Maar je mag niet zeggen. Maar we mogen niks zeggen. Dat wordt morgen uitgezonden. Dinsdagavond 9:30 RTL 4. Ja! Heb jij er spijt van dat je eraan begonnen bent? Absoluut niet. Nee, het is fantastisch. Denk het is zo'n mooie, unieke ervaring. Het is echt mooi. Ik heb natuurlijk helemaal nog niet gezegd wat het over gaat. Het gaat over een programma op RTL 4. Mijn tent is top. Yeah. En dan doen jullie mee met dit prachtige restaurant bij Janssen. Met nog 3 andere stijlen. Nee, waar komen ze weg, die andere 3? Uit Breda, Enschede en Den Haag. Ja, eigenlijk is het een eitje, maar die andere 3 stijlen zijn eigenlijk helemaal niet leuk. Ja, er gaat niets boven Groningen. Nee, maar ja, want jij lacht toch? Maar zo is het wel. Ik vind er helemaal niks aan, die andere 3. Ja, als je het zo stelt, dan kan ik je geen ongelijk geven. Ik bedoel, stel, jij bent kijker en jij moet kiezen uit die 4. Dat is toch een eitje? Ja, is toch geen keuze nee, meer? Nee, precies. Waar is blote kont? Ja, Bart Willem. Maar die Herman de Blijker, denk je dat hij dat ook wel door heeft al? Nee. Nee? Nee. Laat hij niet merken? Hij laat weinig merken. Hij heeft wel een grote kipje van ons gekregen. Nou, daar was hij wel heel blij mee. Mooie scharrelkip. Nee, hij laat het weinig merken. Nee, dat laat maar hij niet merken. Heb jij dan ook niet een beetje het idee, want het is natuurlijk een beetje overdone, maar dat je gewoon bij jezelf denkt van, er zijn gewoon 4 koppels nodig, maar het geld gaat nog runnen. Ja, nee. Nou, het zal wel heel mooi wezen dat geld nog run gooit. Ja, wie kent haar bruik. Maar leg dat eerst eens maar. We zijn ook wat misverstanden over. Iedereen heeft erover, als jullie winnen, dan krijg je 3 ton. Maar zo is het niet, hè? Nee, je krijgt je investering terug. Ja. Dat is het een beetje. Ja. Je kan tot max 3 ton lenen door het programma. En sommigen zitten op 2,50. Ik geloof dat Breda of Enschede. Nou, Enschede zit op 2,50 en wij hebben gewoon een max, zeker met het pand, zitten wij tot 3 ton jullie erin. Dus jullie hebben zeg maar een lening bij de bank van 3 ton. Ja. Winnen jullie die wedstrijd, dan win je de investering terug. Dus in 3 maanden, night shoes, een kop ervoor, want in 3 maanden 3 ton, dan zijn we heel weinig mensen die dat kunnen terugverdienen. Hey, 3 maanden, Bart Willem, 3 maanden publiciteit, hè? Is natuurlijk geweldig. Ja. Het is ook open nu, het is nu al een dikke week is het alweer open, niet nu? Nou, 2 weken. 2 weken alweer. Ja, gisteren. En loopt het al? Het loopt als een trein. Reservering? Ja, reserveringen lopen binnen, het loopt als een trein en belangrijk is, mensen komen terug, oftewel het is goed. Ja. Het is goed, het is goed eten, het is beneden goed borrelen. Kijk, dat mensen nieuwsgierig zijn en komen eten, ja, dat geloven we wel. Want ze reserveren meteen weer, ze komen meteen weer een borrel drinken. Ja, dan weet je, het zit goed. Ja, maar het is natuurlijk ook een fantastische publiciteit. Ja, iedereen wil naar bij Janssen toe. Ja, je lacht toch je ballen uit je broek. Iedereen weet het, heel Groningen weet het. Ja, natuurlijk is het mooi, maar dat is ook een van de redenen waarom je met het programma meedoet. Je gaat met je billen bloot, af en toe een beetje letterlijk. Maar iedereen in Groningen moet nu toch zo'n keertje weten dat we er zijn en waar we zitten. Tussen de Herenstraat en de Gelkingestraat. Ja, nou, dat hoef jij niet meer te zeggen, dat weten ze wel. Ja, dat weten ze wel. Ja, dit is geen reclamespot, dit is natuurlijk een ernstig interview. Ik moet zeggen, ik heb nog nooit zulke zo'n zware vragen gehad. Ja, precies. heb jij het gevoel, Sandra, dat het meedoen, hè? Het meedoen aan zoiets. Want jullie zijn natuurlijk ook geselecteerd. Waarom denk je dat jullie uitgekozen zijn? Kijk naar Bart, kijk naar mij. Ik denk dat dat antwoord is. Dat antwoord is. Ja, wij zijn, Bart en ik zijn zo verschillend. Zowel zakelijk als privé. Ja, maar hoe dan? Wat is het grootste verschil tussen Bart Willem is het, hè? Ja, Bart Willem. Maar jij zegt Bart. Ik zeg Bart. Maar wat is het grote verschil tussen Bart en jou?
Bart is de denker, die is het financiële mannetje, die houdt mij in de gaten. Kijk, als je mij loslaat gaan, dan bij wijze van spreken had ik hier een volledige kinderboerderij echt opgezet. En hij zegt, Sander, jouw gaatje wordt alleen maar groter, nu pas op de plaats. En daarom zijn we gewoon zo'n goed duo. Maar met z'n tweeën achter één bar, dat doen we niet. Dat wordt niks? Nee, dat wordt helemaal niks. Nee. Door echt pinda's gooien en dat gaat niet goed. Ja, hè? Ja, dat gaat niet goed. Ik moet steeds heen en weer zo. Ik vind niks. We kunnen ook even iets van positie wisselen. Dat jij hier gaat staan, Bart Willem. Nee, Sander, ga jij maar middenin staan. Nee, laat mij hier meteen aan staan vanwege die knie. Ik moet even, dat jij dan hier gaat staan, zo. Nou, wordt zo'n programma wordt dus, zeg maar, wordt gemaakt. Dat vind ik wel mooi. En dan gebeurt er van alles. En dan moet er op een bepaald moment, komt aan het grote moment, dat de winnaar wordt gekozen. Hè? En dan? Dan hebben wij een prachtzaak en we houden sowieso ook al winnen we niet. Deze zaak die hier nu neergezet is in 8 weken is zo mooi, zo'n unieke kans. Ook al donderen we de eerste ronde eruit, dan hebben we nog een prachtzaak. Ja, maar als wij winnen, dan zijn we nog happier dan dat we nu zijn. Maar het is dus, maar het komt er eigenlijk op neer, want dat bedoelde ik eigenlijk daarmee. Als jullie niet winnen, heb je toch een heleboel voordeel op elke andere zaak die opent. Welke zaak zit in de week 2 al 2 keer vol? We zijn gewoon dubbel bezet. Wie kan er nou zeggen? Normaal gesproken heb je aanloopperiode. Of mensen gaan even de kar uit de boom kijken. Het is natuurlijk een moeilijk pand, want je moet de trap op. Nou, je wilt de trap wel oplopen. Ja. Dus dat is zo mooi. Ja, hier, Bart. Jij hem daar weer heen. Nee, jij moet nou aan die kant staan. Oh, en Bart wil huilen. Ja. Jij komt hier weer staan. Zo. Hey, even met het idee erachter, hè. Kijk, ik bedoel bij RTL 7, die programma Kennis kende, RTL 4. Het wordt herhaald trouwens op RTL 7, hè, zondags. Oh, heerlijk. Ja, jullie zijn er zondags. Ja. Ja, we zijn er weer. Voor Voetbal Insight zitten jullie er ook in. Nou, weten natuurlijk, die programmamakers weten dus gewoon nu al wie het wint. En toch moeten ze er een programma van maken. Is dat moeilijk? Nou, nu ga je toch wel een heel scherp. Ben ik te positief? Ja. Weet je wat heel belangrijk is? Jij moet jezelf zijn, hè? Jij moet niet een rol gaan spelen. Wij moeten helemaal niks. Wij zijn onszelf. Ja. Wij zijn onszelf, we blijven onszelf. Kijk, het zal ons ongelooflijk verbazen als onze eerste ronde eruit gooit. Dat geloof ik niet. Dat bedoel ik al. Dus jullie hebben wel, hoe moet ik het zeggen? Jullie hebben wel, het gevoel is er wel dat jullie verder gaan. De kans is, achten wij groter dat wij de finale halen. Hoe groot? Hoe groot? Ik acht de kans van 60% dat we de finale halen. De kans dat we de finale halen, acht ik groter dan niet halen. Ik denk dat Sandra dat... Jij moet weer... Ja, Sandra, jij hem hier. Ik denk dat Sandra dat anders inschat. 70-80%? Ja! Ja, tuurlijk. En van waar dan dat optimisme? Van waar het optimisme? Omdat wij hier een zaak hebben gezet van geen flauwekul, geen gedonder. Dit is Sandra, dit is Bart. En geloof in je eigen kracht en doe niet te moeilijk. Dit is wat we zijn. Maar er is en dat is ook de tv-programma. Het is gewoon een reality soap, maar waar heel veel op spel staat. Schuilt het gevaar hierin niet, Bart, dat op een bepaald moment, stel dat jullie er wel uit gesodemieterd worden, dat een enorme teleurstelling is, omdat jullie toch wel hoge verwachtingen hebben van jezelf. Ja, maar je moet natuurlijk wel de lat hoog leggen voor jezelf, elke keer weer. En als je er nu al vanuit gaat dat je niet de finale haalt, ja, dan kun je eens goed niet meedoen. Dit is een wedstrijd, we doen mee met een wedstrijd om niet om te verliezen. We doen niet met de jammer tekorte achternaam mee. En daarbij, ja, je hebt een paar opdrachten. We zitten elke keer bij 1 of 2. En opdracht 3, kom maar op. Dus iedere keer bij 1 of 2. De eerste keer heb je gewonnen, dus nu ben je 1 of 2 al. Hij mag niet zeggen, hè? Wij mogen niks zeggen. Alleen kijk, wij hebben van tevoren gezegd, wij willen bij elke zuuropdracht bij 1 en 2 zitten. En wij hebben goede hoop dat wij die finale halen. Nou ja, reken zelf maar uit. Beheerst het nou ook je leven? Volledig. Ja, leg eens uit, hoe dan? Ja, je staat ermee op en je gaat ermee naar bed. Zo simpel is het. Echt waar? Ja, het is heel erg veel. Kijk, een zaak opzetten is al normaal gesproken gewoon een enorme klus. Maar dit is zo'n kort tijdbestek naar deze jongens die... Die koks hierachter, ja. Die zijn top. Ja, hè? Ik ben zo trots. Ja. Als wel wij zijn, beide zijn top. Maar het beheerst gewoon je leven. Je kunt er niks naast doen. Wat je al herkent? Ik schrok ervan. Dat je 2 keer met je bakkers op tv bent. Dan is het inderdaad, daar stoit ze 6 kipjes aan het voeren. En ik verrek, ze hebben het over mij. Ja, dat is mooi. Even wennen, ja. Kijken er ook mensen naar trouwens? Veel mensen? Meer dan 1 miljoen. Echt waar? Meer dan 1 miljoen. Ja. Nou, dat is veel. Dat is heel veel. Belachelijk veel. We zijn de nieuwe hoop van RTL 4. Ja, we halen RTL 4 gewoon. Ja, nee, het is echt... En het programma daarvoor, die trekt minder kijkers. En dan als om 9:30... komen wij eraan en er komen nog iets van 300.000 mensen erbij.
Dus ja, men kijkt ernaar. Het is een gigantische aantal. En hoe gaat het dan tussen jullie? Ik bedoel, normaliter zijn jullie gewoon een gezin, hè? Maar groeien jullie ook meer naar elkaar toe nog door zoiets? Of juist niet? Nee, ik denk niet dat wij meer naar elkaar toe kunnen groeien. Ik bedoel, we hebben heel duidelijk onze taken. We zijn al 15 jaar bij elkaar. Ja. En na het programma willen we ook graag bij elkaar blijven. Precies, ja. Maar ben je dan niet bang voor dat dan niet gebeurt? Nee, ben ik niet bang voor. Dat de teleurstelling zo groot is. Nee. Dat jij er echt in... Dat je denkt, van, ja, het ligt gewoon aan jou. Nee. Aan Bart. Nee, echt niet. En dan van aan Sandra. Nee, dat is nooit aan Sandra. Nee? Nee, dat zou eerder aan mij liggen. Maar nee. Waarom ben jij zo positief over de rol van Sandra? Omdat Sandra die is een van de weinige mensen die je kent die in de zaak ook al geen hond heeft. Op de een of andere manier dusdanig ingericht met kleurstellingen en met dingetjes links en rechts. Het leeft al, alsof het al een jaar bestaat. En dat is uniek. En daarom hebben wij een groot voordeel van de rest. Ik heb Sandra. En het tweede grote voordeel is, het is niet bij elkaar één aan zich. We hebben niet 150.000 euro aan een winkel gegeven. Nou, richt het maar in naar jullie smaak. Nee. Dat hebben we zelf gedaan. Het is ons ding en het is Sandra's ding. Maar eigenlijk komt dit hier wel op neer, Bart, dat met een vrouw als Sandra kun je eigenlijk niet verliezen. Precies. Oh, dat is wel een heel groot compliment. Nee, ja, maar wel zwaar. Dat wordt voor mij nog zwaar. Ja, dit wordt druk. Nee, onzin. Ja. We doen het hier met z'n allen, zo simpel is het. 8 weken heeft hier... En met heel veel mensen, met een heel mooi klein team, allemaal Groningers hebben we hier die neergezet. En zonder hun staat ik op Viltje, was nog steeds een bende. Ja, zijn ze trots op jullie? Nou, ik ben trots op hun. Oh ja, maar je zei ook op jullie, merk je dat? Ja, natuurlijk. Dat was precies. Met mijn glas. Wat staat er op dat bord trouwens? Vind ik wel mooi, dat iedereen bij de opening kreeg hij iets mee. Die heb ik nu. Wat stond er nou op? Zuiver goud. Wat betekent dat? Nou, Sandra, jij als buur. Ja, maar doe als echt aboen op. Zuiver nuver, ja, super. Puur. Ja. Nuver. Mooi. Goud en goed. Ja. Ja, ja. Zo is het ook. Hey, die onthulling van die Herman Den Bijker, bij een van de schilderij, was dat vooropgezet of was dat gewoon spontaan? Nee, hij kwam hier op de opening en we hebben gewoon een schilderij van hem laten maken. Via mijn broer, dus het kost ook niks. En hij komt eraan en hij wist van niks, oprecht van niks. En hij is gewoon, ja, gewoon lachen. Ja, wat is het voor man? Ja, man. Mooie kerel. Ja? Nou, hij is gewoon... Is hij zuiver? Hij is zuiver. Hij zegt wat hij denkt. Ja, hè? Ja, hoor. Hou ik wel van. Geen blad voor de mond, gewoon... Er komt wel een Groninger zijn. Gewoon niet zeuren gaan en kap te vuur. Wanneer is het afloop, wanneer is de laatste dag, wanneer is de finale? 22 april. 22 april wordt er bekendgemaakt dat Bie Janssen, ben ik dan optimistisch, dat ze zeggen Bie Janssen is de winnaar? Je bent optimistisch. Ben ik dan zo optimistisch? Maar we gaan er wel voor. We gaan er wel voor, ja. 22 april, grote dag, Bart? Ja. Ja. Ja, daar ga ik wel vanuit. Ja. En mocht het lukt, wat gebeurt er dan verder op die 22 april? Hoopdruk. Nee, dat is het. Hoopdruk. Ja. En 23 april zijn we dicht. Mooi. Ja. Nou, ik wens jullie veel succes hierop. Dank je wel. Nog wat zeggen. Zuiver nuver en goud, hè? Ja, zuiver nuver en goud. Ja, jongens, iedereen welkom. Ja. Top, dankjewel. Morgen is het weer zover om half tien. Op RTL 4. Dus dan kunnen mensen weer kijken naar Mitjende Stop. Nou ja, het is wel duidelijk natuurlijk. Hè. Die wedstrijden stellen helemaal niks meer voor. Maar ja, je moet de mensen toch een beetje in het gewis laten. Wel. Maar de tent is top, Bie Janssen. Daar gaan we voor. En dan gaan we het al liggen. Gaat niks boven doen. En volgende week ben we er weer. Met een hele mooie gast. Tot dan.